Hi, mijn naam is Hugo Kennis en tof dat ik je mag gaan helpen met het maken van dit heerlijke allerhande recept. Een paasbrood slash stol. Wat we nodig hebben voor dit recept is tarwebloem, water, melk, rozijnen, gedroogde abrikozen, hazelnoten, gist, witte basterdsuiker, poedersuiker, wat zout, amandelspijs, roomboter, amandelschaafsel, pijnboompitjes. Het is een recept voor ongeveer 12 personen. Er gaan maar echt 12 van die mooie plakken uit. Als je dun snijdt, misschien wel 24. Je bent een minuutje of 40 bezig, maar je moet ook nog een paar uur laten reizen. Maar ja, reizen hoef je niks voor te doen. Dan kun je gewoon pauze nemen. Of even een wandelingetje maken in het heerlijke voorjaarsweer. Oké, ik wil zo beginnen met het deeg, maar we kunnen ondertussen daarvoor alvast eventjes de rozijntjes laten wellen. Dan doe je gewoon de rozijntjes net onderzetten met kokend water. Dat ze net zwemmen. Je zegt, oh, die zijn lekker even aan het zwemmen. En dat pannetje kunnen we meteen weer gebruiken. Dan ga je eventjes 3/4 van de boter. Nou, dit is de helft. Dit is zo de helft van, dus dan is dat 3/4. De melk en het water. En dit gaan we even op het vuur zetten, maar dit gaat er alleen om dat het even smelt. Dus het hoeft niet echt te koken. Het moet gewoon lekker warm zijn. Het moet vooral gewoon eventjes smelten. En we gaan dadelijk even het gist en de suiker toevoegen aan het mengsel. Wat is nou het belangrijke van gist? Hij heeft altijd een beetje temperatuur nodig. Hij wil het behagelijk warm hebben. Hij houdt van suiker, daar voedt hij zich mee. En dan gaat hij uiteindelijk, ja, het klinkt gek, maar toch een soort scheetjes laten. Toch een soort... Dat is eigenlijk wat hij doet. Hij voedt zich met suiker en dat moet verwerkt worden. Dan worden luchtbelletjes. En dan krijg je dus mooi dat het deeg straks gaat rijzen. Nou, als de melk een beetje aan het warm is en je ziet, de boter begint te smelten, kun je het vuur al uitzetten. Het moet niet te heet zijn. Daar houdt de gist niet van. Het moet gewoon lekker handwarm. Nou, wil je dit recept nog even rustig nalezen of de ingrediëntenlijst? Dit staat hieronder gewoon in de beschrijving. Boter is gesmolten, dus nu gaan we eerst het voedsel toevoegen, oftewel de suiker. Dus nu mag de gist daarbij. Eventjes een beetje mengen. En dan laten we hem gewoon eventjes lekker, toch wel echt bijna een kwartiertje, even zich voeden en activeren. Dus dat hij schuimig gaat worden. Dan gaan we verder met het deeg. Gaan we ondertussen eventjes de hazelnootjes en de abrikozen hakken. Hoeft niet te fijn, maar een paar keer grof met je mes er doorheen. Het is gewoon een goed gevuld paasbrood, paasstol. Het lijkt natuurlijk ook wel een beetje op de kerststol. Deze heeft dan net iets andere vruchtjes en misschien wat andere nootjes, maar de basis is gewoon hetzelfde. Maar wat nou leuk is, als je nou zo'n stol hebt, of het nou met kerst is of met Pasen of gewoon op je verjaardag. Als die eenmaal af is en je hebt nog een mooi stuk over de dag daarna, neem een plak van die paasstol of kerststol, haal het spijs er een beetje uit, smeer hem in, bak dat in wat roomboter, om en om, als zijnde een wentelteefje. En bak dan wat plakjes appel na en dat erop doen. Dat is ongelooflijk lekker. Snuf je kaneel en je hebt gewoon een waanzinnig dessert. Doe je er een bolletje ijs bij, nou, iedereen wordt gek. Heb je nou zelf ook een leuk recept of idee met zo'n paasstol? Laat het even weten in de comments. Vind ik handig, vind ik leuk. Dat zijn de hazelnootjes. Dan de abrikoosjes. Ook die ga ik een beetje hakken. Hoeft allemaal niet te nauwkeurig. Ik vind het ook wel leuk dat je hem nog herkent als zijnde een abrikoos. Ik ga een machine gebruiken met een deeghaak. Kan dit met de hand? Zeker kan dit met de hand. Gaat dit sneller? Ja. Dan kan ook gewoon een keukenmachine gebruiken. Bloem met het zout. En zout is trouwens een beetje de enige vijand van gist. En om te voorkomen dat die gist dadelijk een optaten krijgt, hè, door echt puur op dat zout te komen, meng je gewoon eerst eventjes het bloem en het zout samen, zodat het zout al vermengd is en niet te hard die gist gaat aanvallen. Het voelt nutteloos, bloem met zout mengen, maar geloof me, dit wil je. Nu maak je automatisch al een kuiltje, want je moet een klein kuiltje maken in het bloem-zoutmengsel. Zodat we dadelijk die boter, de melk en het gist een beetje in het midden krijgen. En dan gaan we met die deeghaak, er komt eigenlijk steeds meer bloem bij. Dan gaan we een mooie egale massa maken. Ga ik er nu in het midden proberen te gieten. Kijk. Zo. En er pakt steeds meer bloemen bij van die rand, zoals je ziet. En als je dit dus met de hand doet, maak je ook gewoon een soort vulkaantje. Dus een hoop van je bloemen, kuiltje in het midden, daar de vloeistof in. En dan doe je met je handen steeds meer bloem naar het midden. En dan hussel je het en op een gegeven moment kneed je het. Nou ja, dat doet dit ding nu voor mij. Alleen dan wat sneller. Nu is het een glad deegje. Je ziet al de elasticiteit, dus die gluten zijn mooi hun werk aan het doen en het gist ook. Nu gaan we het eventjes bij elkaar pakken. Dan gaan we het eventjes met de hand nog kneden. We strooien het werkblad met een klein beetje bloem. Kijk, het is een mooi soepel deegje al. En juist door die gist die erin zit, je denkt nu wat een klein paasstoffeltje wordt dit. Nou, oh nee hoor, het wordt eigenlijk een flinke massa nog. Het gaat echt nog zeker verdubbelen in volume. En dat is wanneer je het echt even laat rijzen en laat rusten. Zodat die gist echt zijn werk kan doen. Een klein minuutje of 5, 6 even lekker doorkneden. Je kan het dan dubbelvouwen en overpakken. Dus dat je hem een beetje plat duwt, dubbelklapt, terughaalt, dubbelklapt. Zodat je echt gewoon een mooie vermenging krijgt. En dat je eigenlijk steeds meer die gluten uittrekt. Hoe meer je dat doet, hoe meer je dadelijk volume krijgt. Nou, het is een mooi soepel deegje, echt onwijs lekker zacht. Hij is al echt ontzettend elastisch, dat hij al terugveert. Nu ga ik deze uitrollen. En dit hoeft nog niet heel nauwkeurig. Je wil hem gewoon eigenlijk vooral een beetje platter krijgen. Want ik ga de vulling er eigenlijk in verwerken nu. En je ziet hoe eigenlijk moeilijker een deeg uitrollen is, hoe beter. Want dat wil dus zeggen dat alles geactiveerd is. Dus als je rolt en hij trekt meteen terug, zoals je nu ziet, dan weet je, ah, we zijn goed op weg. Dit is voldoende. En nu gaan we de vullingen erover strooien. Dus die abrikoosjes, een beetje vast verdelen. De hazelnoten. De pijnboompitten. Wat ik al zei, het is een zeer goed gevuld brood. En die rozijntjes, maar die heb ik natuurlijk nog op week staan. Dus die ga je even afgieten in een zeefje. En dan in een schone theedoek even droog deppen. Goed het vocht eruit. En voilà. Ook deze eroverheen verdelen. Het lijkt wel een pizza. En nu gaan we hem eigenlijk een beetje inrollen. Daarmee verdeel je hem al heel grotendeels. Want er zit overal een laagje deeg tussen. Hoeft allemaal niet mooi. Alles wat je knoeit, gewoon erin duwen. Nou, zorg dat alles gewoon goed verdeeld is. Niet bang zijn dat je denkt, ah, maar er zit veel te veel vulling in. Want dat deeg gaat er dadelijk nog omheen en in. En gaat rijzen, gaat nog verdubbelen. En je wilt natuurlijk wel iedere plak moet een nootje en een abrikoosje en een krentje hebben. Een mooie bal maken. En dan in een ruime, schone kom. Die gaan we afdekken met een schone, vochtige doek. Enter, schone doek. Hats. Bij voorkeur wat warm water. Droogt hij ook niet uit. Even laten rijzen en rusten. De keuken is weer schoon. Het deeg is, als het goed is, gerezen. Ja, nou die is minimaal verdubbeld in size. En dat is de bedoeling. Nu gaan we het werkblad toch weer eventjes inbloemen. En dan gaan we voorzichtig proberen het deeg los te krijgen. Het gaat natuurlijk wel wat lucht verliezen. Dat is nou eenmaal zo. Dat is niet erg, want het komt straks wel weer terug. Want hij krijgt een tweede reis. Kijk. Dan gaan we proberen niet te veel te kneden, maar we gaan hem wel een beetje uitrollen. Want ik ga hem nu de laatste vulling geven. Er moet natuurlijk spijs in. Dus niet bang zijn dat je denkt, oh, nu gaat allemaal lucht weer weg, wat zonde. Er blijft echt wel een deel van de lucht erin. Natuurlijk rol je er een deel uit, maar dat komt goed, want die zijn nu eenmaal geactiveerd. De gluten en het gist, dus dat komt zelf weer terug. En nu moet je ongeveer een plak van 30 centimeter maken. Dit is 30 centimeter diameter. Dan het amandelspijs. Moet je eventjes met grof geweld een klein beetje soepel krijgen. In het begin denk je, ah, hij gaat helemaal uit elkaar vallen. Maar uiteindelijk, ook door je handen, warmt hij iets op. die een beetje plakkerig worden. En dan kun je hem gewoon mooi uitrollen tot een pil van ongeveer 24 centimeter. Echt rollen lukt niet, want daar is hij te bros voor, te poreus. Het hoeft ook niet helemaal strak rond te zijn. Dat zit toch aan de binnenkant van het brood. Maar je wil wel dat er bij iedere plak een stukje amandelspijs tevoorschijn komt. Leg je hem iets onder het midden. Ja. Trek u eerst die zijkantjes daaroverheen. Duw een beetje aan. Dan heb je het grote gedeelte en het kleinere gedeelte. En het grote gedeelte gaat over het kleine gedeelte heen. Want die moet deze volume overbruggen. En dan sluiten ze als het goed is enigszins op elkaar aan. Dan lijkt het een beetje op een calzone. Kijk, op deze manier. Een beetje aanduwen. En voilà. Ik pak even een bakpapiertje. En dan zeg je weer heel liefdevol goede reis. En zet je hem weer even weg. Hij heeft een tweede reis gehad, een uurtje verder. De oven heb ik voorverwarmd op 200 graden. Oh, ik zie hem al. Kijk nou. Prachtig. Dan schuiven we hem gewoon met bakpapier en al op een bakblik. En dan gaat hij even 10 minuten in de oven. Waarom maar 10 minuten? Ik wil eerst dat hij die eerste garing krijgt. Dan ga ik hem daarna na 10 minuutjes even uit de oven halen om hem af te maken met die amandelen. Doe je dat nou meteen, dan verbranden die amandelen. Dus eerst even 10 minuten bakken zonder. Maak hem zo af. Hij staat er nu bijna 10 minuutjes in. Dan hebben we dat kleine blokje boter wat we in het begin, die 1/4 die we overhielden, eventjes een beetje smelten in een pannetje. Zo, dan ga ik hem eens eventjes bijpakken. Hij is dus zeker nog niet gaar, maar hij heeft 10 minuutjes gebakken. En dan gaan we hem eventjes insmeren met die gesmolten boter. En dat dient eigenlijk meer als een beetje als glansje, maar vooral als plakmiddel voor die amandeltjes. Rijkelijk paasbrood. Nu strooien we ook rijkelijk af met amandels. Amandelschaafsel. Zo, die mag je terug in de oven. De oven is verlaagd naar 180 graden, dus die tweede bak is ongeveer 25 tot 30 minuten. Even geduld. Het paasbrood is klaar. Sterker nog, hij was al even klaar. Ik heb de oven opengezet, oven uit, dat hij even afkoelt. Ja, kijk. En goed, dit recept klopt natuurlijk. Klopt. Maar als je nou wil weten of zo'n überhaupt een brood, maar ook zo'n stol goed gaar is, moet je er even op kloppen. En hij klinkt een beetje hol. Dan weet je, hij is gaar. En dan gaan we aansnijden. Toch het leukste moment altijd van zo'n paasbrood. Ik heb het alweer gezien. Och, kijk dan. Hier mooi het spijs, er zitten wat abrikoosjes, een rozijntje. Ach, pijnboompitje, hazelnootje, eigenlijk alles. Wat ik beloofde, wat je per plak zou zien, zien we. Kijken of dat bij de tweede plak ook zo is. Ja hoor, gaan we weer op spijs, rozijntje, abrikoosje, pijnboompitje, hazelnootje. Het enige wat we nu nog doen na het bakken is een klein beetje poedersuiker eroverheen. Nou jongens, dit is hem. Wil je nou deze paasdol maken of een andere creatie en een lekker recept? Klik dan hier of hier. Of wil je nog meer programma's of series kijken? Abonneer je gewoon even gratis op het Allerhande YouTube kanaal.